Broeder Jan, ja. Je leidde altijd tienduizenden mensen. Ja. Waarom heb je besloten almachtige God te aanvaarden? Communiceer alsjeblieft met ons. Ja, alsjeblieft. We horen graag meer. Goed. Ik had het moeilijk toen ik almachtige God aanvaarde. Ik had veel van zijn woorden gelezen. En herkende ze als de stem van God. Ik wist zeker dat almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus was. Toen ik erover dacht almachtige God te aanvaarden en van hem te getuigen, wist ik dat ik uit de kerk gezet zou worden en dat gelovigen me zouden verwerpen. Ik wist dat ik mijn status zou verliezen. Toen ik daaraan dacht, keek ik er tegenop. Maar ik wist dat het Gods schapen zijn, niet de mijne. Dus ik moest Gods schapen naar hem terugbrengen, ook al zou ik mijn status verliezen. Ja, amen. En dat ik hen zelf de ware weg moest laten onderzoeken. Ja. We mogen niet met God concurreren om zijn mensen. Amen. God zij gedankt. God zij gedankt. Dit is wat een goede leider hoort te doen. Dit is een goed begrip. Inderdaad. Dus aanvaarde ik resoluut Gods werk in de laatste dagen. En predikte ik het evangelie aan mijn medewerkers en aan de gelovigen. Al snel aanvaarden 5.000 à 6.000 mensen het evangelie. Wat een goede daad. God zij gedankt. Ik ben overal heen gereisd om het evangelie te prediken. En heb veel mensen bekeerd. In die tijd werd ik door de CCP opgejaagd. Ik heb bespotting en belediging verdragen. Ik heb geleden. Maar ik kwam er doorheen door tot God te bidden en zijn woorden te lezen. God zij gedankt. God zij gedankt. Het was allemaal de sturing van God. Amen. Amen. God zij gedankt. Broeder Yang houdt echt van de Heer. Hij heeft zoveel geleden om het evangelie te prediken. Broeder Yang, je hebt zoveel doorstaan. Kun je alsjeblieft meer communiceren? Ja, we luisteren erg graag naar je. Ja, communiceer alsjeblieft meer met ons. Toen ik voor het eerst geloofde, was ik erg vurig. Ik liet alles vallen om voor de Heer te werken. God zij gedankt. Ik werd opgejaagd door de CCP en ging een keer 8 jaar lang niet naar huis. 8 jaar? In die jaren reisde ik overal heen om te prediken en te getuigen. God zegende mij, zodat ik in staat was om honderden kerken op te richten. Het is broeder Jan. Broeder Jan is er. Ik zie dat iedereen er is. Fijn je te zien. Fijn om jullie allemaal te zien. In de 2 jaar sinds ik almachtige God heb aanvaard, heb ik mezelf hartstochtelijk uitgeput. Ondanks arrestaties, vervolging en verwerping heb ik nooit opgegeven. God gaf me immers geloof en kracht. Amen. Daar ben je weer. Ja. Ik wil ergens met je over praten. Goed. Wat is er? Ik ben op meerdere ontmoetingsplekken voor nieuwkomers geweest. En heb iedereen over je horen spreken. Ze zeiden dat je ooit een grote religieuze leider was. Dat je veel geleden hebt. Het evangelie onder velen hebt verspreid. Een groot geloof in God had en hem erg trouw was. Ik weet niet of je beseft dat je aan het opscheppen bent. Dit is niet getuigen van God. Is dit niet net zo zijn als Paulus? God verheft ons met onze plicht om het evangelie te prediken, zodat mensen kunnen terugkeren naar God, zijn woorden kunnen horen en zijn redding kunnen ontvangen. Als we bewondering en verering zoeken, hoe brengen we dan mensen voor God? Is dat niet mensen voor onszelf brengen? Zulke dingen doen is niet getuigen van God. Het is hem beledigen. Je moet nadenken over wat je doet. Ik communiceer op deze manier om hen aan te moedigen, hen te inspireren om op God te bouwen en hem na te streven. Maar nu je dit gezegd hebt, zal ik erover nadenken.
Lord Cho verstaat sommige waarheden goed. Hij kijkt recht door me heen. Ik schaam me als ik eraan denk. Wat ben ik arrogant geweest. Ik dacht een beetje kaliber te hebben. Over doctrine te kunnen spreken. Dus liep ik met mijn kennis te koop. Ik heb een ernstige fout gemaakt. Als ik geen berouw heb, zal ik dan door God worden geëlimineerd? Hoi. Daar ben je. We moeten iets bespreken. Ik hoorde dat er in Fenyang evangeliewerk is en dat veel mensen onderzoek doen. Oh. Ze hebben evangeliewerkers nodig. Wie van ons is het best voor de taak? Ik ken daar een paar medewerkers. Het is een kans om voor hen te prediken. Ik zou moeten gaan. Goed idee. Prima. Nu ik broeder Cho verlaat, zal niemand mij ontmaskeren of proberen te beteugelen. Zal dat goed of slecht voor me zijn? Broeder Cho doorziet me. En dat is goed voor me. Zal ik mijn zelfcontrole verliezen als ik hem verlaat? Ik moet God vragen me te beschermen. Wat God ook stuurt om me te disciplineren, ik ben bereid te gehoorzamen. Beste reizigers. Idee klaarhouden. Houd het hoofd omhoog zodat ik kan kijken. Identificatie. 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 De idee pas klaarhouden voor inspectie. Ga maar. Waar is je identificatie? Die ben ik verloren. De nieuwe is er nog niet. Dit is mijn tijdelijke identificatie. Voor uw veiligheid en die van anderen is het streng verboden om ontvlambare, explosieve, giftige... Naar de kant. Volgende. Daarheen. Kom op, hierheen. Opschieten. Beste reizigers, voor uw veiligheid en die van anderen is het streng verboden om ontvlambare, explosieve, giftige of andere... Neem maar mij voor onderzoek. Vooruit. Waar gaat dit over? Breng hem hier. Hierheen. Ga zitten. Ik vraag het je nog eens. Heet je Hu Zigua? Nee, echt niet. Hij is een moordenaar. Je ziet er precies uit zoals hij. Maar ik lijk helemaal niet op hem. Waarom houd je vol dat ik hem ben? Kijk naar de ogen, de neus, de mond. Hij lijkt totaal niet op me. Kijk nog eens goed. Chef. Hoezigua! Geef nou maar toe. Dit ben jij. Ik ben geen moordenaar. Waarom probeer je mij de hele tijd te laten zeggen dat ik dat ben? Dit ben jij niet? Kijk ernaar. Oh. Oh.
niet het recht mij te slaan. Ik heb het volste recht. Opstaan. Vervloekt. Geef het toe. Nu meteen. Opstaan. Verdomme. Verdomme. Ik zei, geef het toe. Je werkt niet mee, hè? Volgen jullie de wet dan niet? De wet? Wil je weten wat de wet is? Schop hem! Dan krijg je van koppigheid. Zeg het! Ben jij dat? Geef een antwoord! Dit krijg je ervan. Je zegt dat je de moordenaar niet bent. Kun je dat bewijzen? Wat is het telefoonnummer van je huis? Je gezin zal je identiteit moeten bewijzen. Ik heb thuis geen telefoon. Oh nee? Ik kan je het telefoonnummer van mijn buren geven. Schrijf het op. Leugenaar, dat nummer is niet aangesloten. Ontken je nog steeds hoe ziek wat te zijn? Ik heb de waarheid verteld. Ik heb niet gelogen. Kleed hem uit! Opstaan. Wat doen jullie? Je wilt wat een spelletje zijn spelen? Wat gaan jullie doen? Niet tegenstibbelen. Sta stil. Stil, zeiden we. Verdomme. Sta op. Oké, zul je meewerken? Jij bent het of niet soms? Ik ben het echt niet. Verdomme, jij bent verrekt koppen. Jij bent een koppige schurk, hè? Verdomme. Je bent een taaie. Opstaan. Nu. Opstaan. Snel jij. Op je hurken. Zing een lied voor me. Ik ben een musje. Vooruit. Dat ken ik niet. Verdomme. Zing mij dan na. Ik ben een musje. Ik wil hoog vliegen, maar dat kan ik niet. Hè? Zingen. Zingen. Zing het. Ik ben een musje. Huppelen.
Huppelen. Ik ben een muisje. Dat kan beter. Ga door. Ik ben een muisje. Zing het alsof je het meent. Ik ben een muisje. Blijf zingen. Wat is de volgende regel? Ik wil vliegen. Maar kan niet vallen. Oh, kom op. Fout. Het is hoog vliegen. Opnieuw. Ik wil hoog vliegen. Maar dat kan ik niet. Goed zo. Je geeft niet op. We slaan je 1 keer als je het goed zingt en 2 keer als je het fout zingt. Doorgaan. Vooruit. Ik ben een muisje. Ik wil hoog vliegen, maar dat kan ik niet. Zo is het. Probeer te vliegen. Blijf vliegen. Ik ben een muisje. Ik wil hoog vliegen, maar dat kan ik niet. Weer goed. Blijf zingen. Ga door. Niet stoppen. Ik ben een muisje. Opnieuw. Ik wil hoog vliegen. Nou, vlieg dan. Waarom overkomt mij dit? Heb ik iets verkeerd gedaan? Word ik gedisciplineerd? God, ik moet u beledigd hebben. Ik wil berouw tonen. De laatste tijd heb ik gepronkt tijdens mijn communicatie op bijeenkomsten. Heb ik godsgezindheid daarmee beledigd? En veroorzaakt dat God me haat? In die jaren reisde ik overal heen om te prediken en te getuigen. God zegende mij, zodat ik in staat was om 100 kerken op te richten. Dus aanvaarde ik resoluut Gods werk in de laatste dagen. Al snel aanvaarden 5.000 à 6.000 mensen het evangelie. God verheft ons met onze plicht om het evangelie te prediken. Zodat mensen kunnen terugkeren naar God, zijn woorden kunnen horen en zijn redding kunnen ontvangen. Als we bewondering en verering zoeken, hoe brengen we dan mensen voor God? Is dat niet mensen voor onszelf brengen? Zulke dingen doen is niet getuigen van God. Het is hem beledigen. Het meest opstandig van allen zijn diegenen die moedwillig weerstand tegen God bieden. Zij zijn de vijanden van God, de antichristen. Hun houding is er altijd een van vijandigheid jegens het nieuwe werk van God. Ze hebben nooit ook maar de geringste neiging om zich te onderwerpen en hebben zich nooit met graagte onderworpen of verootmoedigd. Ze verheffen zichzelf boven anderen en onderwerpen zich nooit aan iemand. Ten overstaan van God denken ze dat zij het best zijn in het verkondigen van het woord en het vaardigst in het werken aan anderen. God, wat ben ik arrogant en zelfgenoegzaam geweest. In mijn preken heb ik opgeschept.
Ik ben totaal onredelijk geweest en heb uw gezindheid beledigd. Chef. Breng hem hier. Yang Mingyuan. Je plaatselijke politiebureau heeft je identiteit bevestigd. Je kunt gaan. Hier zijn je spullen. En je geld. We hebben dagen verspild aan je verhoor. Sommigen van ons moesten overwerken op hun vrije dagen. We hebben niets uit je gekregen. Dus laten we zeggen dat jij vandaag de lunch betaalt. Je kunt gaan. Vooruit. Kom op. Neem je spullen mee. Ah, Mingyuan. Wat is er gebeurd? De politie heeft me geslagen. Voorzichtig. Wat is er precies gebeurd? Het is goed om gedisciplineerd te worden. In Gods woorden staat: ik disciplineer jullie opdat jullie gered mogen worden. Dit was Gods liefde voor je. God zuivert je verdorvenheid. Geef me het boek van Gods woord. Goed. Ik ga je medicijnen maken. Hoe groter iemands verlangen naar status, hoe strenger hij behandeld zal moeten worden en hoe meer hij grote loutering zal moeten ondergaan. Zulke mensen zijn waardeloos. Ze moeten in afdoende mate behandeld en geoordeeld worden, zodat ze deze dingen helemaal loslaten. Als jullie op deze manier streven tot het einde, zullen jullie niets oogsten. Wie het leven niet nastreeft, kan niet getransformeerd worden. En wie niet snakt naar de waarheid, kan de waarheid niet verwerven. Je richt je niet op het nastreven van persoonlijke transformatie en intreden, maar op extravagante wensen en dingen die je liefde voor God beperken en verhinderen dat je dicht bij hem komt. Kunnen die dingen je transformeren? Kunnen ze je het koninkrijk binnenbrengen? Zij die niet van de weg van het leven houden, die God niet verheerlijken en geen getuigenis van hem geven, die plannetjes maken omwille van hun eigen status, die zichzelf ophemelen, zijn zij niet nog altijd hetzelfde, zelfs vandaag? Wat voor waarde heeft het om hen te redden? Of je gered kunt worden, hangt niet af van je mate van senioriteit of hoeveel jaar je gewerkt hebt. En al helemaal niet van hoeveel accreditaties je hebt opgebouwd. Veeleer hangt het ervan af of jouw streven vrucht heeft gedragen. Jullie beeld is nog groter dan dat van God. Jullie status is nog hoger dan die van God. Om nog maar te zwijgen van jullie aanzien onder de mensen. Jullie zijn een idool geworden dat door de mensen wordt vereerd.
ben je niet de aartsengel geworden. Wanneer de uitkomsten van mensen worden onthuld, en dat zal zijn wanneer ook het reddingswerk ten einde zal lopen, zullen velen onder jullie lijken zijn die niet meer gered kunnen worden en geëlimineerd moeten worden. God. O God, hoe kon ik zo dwaas zijn? In plaats van mijn plicht te vervullen, heb ik status nagestreefd. Ik ben onredelijk geweest. Ik verdien het om gedisciplineerd te worden. Om gestraft te worden. Broeder Jan. Broeder Xu. Broeder Xiao, goed jullie te zien. Hoe gaat het met je? Voel je je al beter? Godzijdank. Een stuk beter. Maar mijn ribben doen nog pijn. Kom, ga zitten. Goed. Toen ik werd gearresteerd en gemarteld, zag ik hoe boosaardig en wreed de CCP is. Ik haat de CCP. Ze zijn boosaardig. Maar deze marteling heeft me de ogen geopend. Ik heb Gods woorden gelezen en nagedacht. Ik heb ingezien dat ik niet iemand ben die de waarheid nastreeft, ook al geloof ik. Ik heb status nagestreefd. Ik heb met anderen gewedijverd om roem en rijkdom. Toen ik zag dat anderen Cho's communicatie prachtig vonden, was ik jaloers. Ik bedacht hoe ik met mijn hoge rang te koop kon lopen, zodat anderen me zouden bewonderen. Toen broeder Cho me aansprak, wist ik in mijn hart dat hij gelijk had. Maar om mijn waardigheid en status te beschermen, ging ik er tegen in. Mijn verlangen naar status was te sterk. Ik had geen plek meer over om God te vereren. Ik was koppig en opstandig. Daarom heeft God me gedisciplineerd. Na deze satanische marteling zag ik het in. Ik zag in dat Gods gezindheid onbeledigbaar is. Amen. God disciplineerde me terecht. Hij deed het om me te redden. Dus ik ben God dankbaar. Amen. God zij gedankt. Gods discipline ervaren en een les leren is Gods liefde. Mm-hmm. Alle mensen zijn arrogant en zelfgenoegzaam. We zijn allemaal ambitieus. We wedijveren allemaal om roem en rijkdom. We streven allemaal naar bewondering. Zonder Gods strenge tuchtiging, oordeel en discipline kennen we onszelf niet echt. Oordelen we onbewust over God en weerstaan hem, en is het erg moeilijk om berouw te tonen en te veranderen. Ja. Zo ben ik ook. Mijn gezindheid is arrogant en zelfgenoegzaam. Na Gods oordeel en tuchtiging veranderde ik maar een beetje. Ik was heel arrogant. Toen ik in de Heer geloofde, bewonderde ik Paulus heel erg. Ik streefde ernaar een leider te worden en te heersen met de Heer als koning. Mijn ambitie was werkelijk afschuwelijk. Toen ik Almachtige God had aanvaard, voelde dat als een mooie kans om met mijn vaardigheid te pronken. Ik wilde altijd prediken en volgers winnen, een grote leider zijn. Dus ik hield ervan om bij groepen op te scheppen en was graag omringd door mensen. En ik vond het prachtig om bewonderd te worden.
De laatste dagen heb ik Gods ontmaskering van Paulus gelezen. En eindelijk de kern van mijn streven begrepen. God zij gedankt. In zijn preek zegt God: voor sommigen is met name Paulus een idool. Ze treden graag naar buiten om speeches te houden en werk te doen. Samen te komen en te prediken. En ze houden ervan als mensen naar hen luisteren. Hen vereren en om hen heen draaien. Ze hebben graag status in de ogen van anderen. En dat het beeld dat zij presenteren gewaardeerd wordt. Laten we hun natuur analyseren aan de hand van deze gedragingen. Wat is hun natuur? Als ze zich echt zo gedragen, dan is daarmee voldoende aangetoond dat ze arrogant en verwaand zijn. Ze vereren God helemaal niet. Ze zoeken een hogere status. Willen anderen overheersen, bezit van hen nemen en status hebben in hun ogen. Dat is het klassieke beeld van Satan. De aspecten van hun natuur die opvallen zijn arrogantie en verwaandheid. Een onwil om God te vereren en een verlangen om vereerd te willen worden. Dit soort gedragingen kunnen je een duidelijk beeld geven van hun natuur. Amen. Uit een andere passage blijkt ook de waarheid van mijn verdorvenheid. Bladzijde 692. Ik zal het lezen. Prima. Goed. Het meest opstandig van allen zijn diegenen die moedwillig weerstand tegen God bieden. Zij zijn de vijanden van God, de antichristen. Hun houding is altijd vijandig jegens het nieuwe werk van God. Ze hebben nooit de geringste neiging om zich te onderwerpen en hebben zich nooit met graagte onderworpen of verootmoedigd. Ze verheffen zichzelf boven anderen en onderwerpen zich nooit aan iemand. Ten overstaan van God denken ze dat zij het best zijn in het verkondigen van het woord en het vaardigst in het werken aan anderen. Het kan gezegd worden dat zij ontembare helden zijn. Generatie na generatie verblijven zij in het huis van God. Ze gaan ervan uit dat de prediking van het woord hun hoogste plicht is. Jaar na jaar, generatie na generatie, gaan ze door met het krachtdadig afdwingen van hun heilige en onaantastbare plicht. Niemand mag aan hen komen. Geen enkele persoon durft hen openlijk te berispen. Ze worden koningen in het huis van God. Ongebreideld tyranniseren ze anderen tijdperk na tijdperk. Deze groep demonen probeert de handen ineen te slaan en mijn werk te vernietigen. Hoe kan ik deze levende duivels toestaan te bestaan voor mijn ogen? Amen. Amen. Elke zin van Gods woord oordeelt exact en volmaakt over mijn verdorvenheid. Als ik terugkijk op mijn werk door de jaren heen, zie ik dat ik altijd een reputatie en status nastreefde. Ik had altijd een hoge dunk van mezelf, terwijl ik anderen minder waardig vond. Ik wilde altijd de leiding hebben. Ik vond het fijn als anderen naar me opkeken. Ik hoorde graag de loftuitingen en bijval van anderen. Ik was graag met mensen die me bewonderden en volgden. Zonder het te beseffen had ik God van me afgeworpen en dacht ik nooit na over wat God wilde of vereiste. Op bijeenkomsten en in gesprekken schepte ik graag op en getuigde ik graag van mezelf. Zelden verheerlijkte ik God of getuigde ik van Hem, maar wilde ik dat mensen mij vereerden en gehoorzaamden. In wezen wedijverde ik met God om zijn schapen. Dit is de natuur van de aartsengel. Waarin verschilde ik van Paulus? Toen Paulus de Heer Jezus zag verschijnen, verzette hij zich tegen hem en veroordeelde hij hem. Hij arresteerde zelfs zijn discipelen. Toch gaf God Paulus de kans om berouw te tonen.
God verscheen aan Paulus en maakte een apostel van hem. Maar Paulus toonde nooit berouw. Hij gebruikte de verspreiding van het evangelie om op te scheppen, in plaats van de Heer te verheffen en van hem te getuigen. Hij verkondigde niet alle waarheden van de Heer Jezus. Hij besprak niet zijn eigen ervaring of getuigenis. Hij getuigde niet dat de Heer Jezus de waarheid, de weg en het leven is. In plaats daarvan getuigde hij van zijn lijden en de beproevingen die hij doorstond. Hij zei tegen de mensen dat zij hem moesten navolgen. Hij zei zelf spottend: maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid. Uiteindelijk zei Paulus zelfs: het leven is voor mij Christus. Als gevolg daarvan hebben talloze mensen 2000 jaar lang Paulus aanbeden en ernaar gestreefd Christus te zijn, terwijl ze de Heer Jezus van zich afwierpen. Wat arrogant en dom. Geen wonder dat God Paulus het klassieke voorbeeld van een antichrist heeft genoemd. Amen. Amen. Nu besef ik dat het pad dat ik volgde het pad van Paulus was. Zoals ik me gedragen had, verdiende ik Gods straf. Maar God behandelde me niet zoals ik verdiende. Hij disciplineerde en tuchtigde me en gaf me de kans om berouw te tonen. God heeft zulke grote liefde voor mij. Amen. God zij gedankt. Amen. Je hebt Almachtige God nog maar 3 jaar geleden aanvaard. En toch is je getuigenis zo geweldig. Dit is echt Gods zegening. Amen. God zij gedankt. Jij en ik hebben hem rond dezelfde tijd aanvaard. Maar jij hebt zo'n ervaring en getuigenis. Ik benijd je echt. Het was de juiste keuze om in Almachtige God te geloven. Amen. God heeft ons echt goedheid getoond. God zij gedankt. God zij gedankt. Toen ik in de Heer geloofde in het tijdperk van genade, richtte ik me alleen op Gods zegeningen en genade. Ik zat gevangen in een vicieuze cirkel van zondigen en belijdenis. Gevangen zitten in mijn satanische natuur was een absolute marteling. Ja. Nu we het oordeel van Almachtige God hebben aanvaard, kunnen we onszelf kennen, de waarheid van onze eigen verdorvenheid zien en elke dag gezuiverd worden. Hoewel we enige pijn voelen, is er hoop in ons hart en blijft ons geloof groeien. Op een dag wanneer onze verdorvenheid gezuiverd zal zijn en we God kunnen gehoorzamen en liefhebben, zullen we Gods goedkeuring winnen en zijn zegeningen ontvangen. Dan zullen er geen pijn en tranen meer zijn. Amen. God zij gedankt. God zij gedankt. Dat we het oordeel van het woord van Almachtige God kunnen aanvaarden, is Gods verheffing en genade. Amen. We zijn werkelijk gezegend. God zij gedankt. Terwijl we het oordeel en de tuchtiging van zijn woord ervaren, begrijpen we niet alleen de waarheid, maar worden ook onze verdorven gezindheden gezuiverd? Ja. Herwinnen we ons geweten en ons verstand en verkrijgen we Gods goedkeuring. Gods liefde voor ons is zo krachtig. Amen. Amen. Dat we het geluk hebben zijn oordeel en tuchtiging te ervaren, is echt Gods verheffing en genade. Amen. Amen. Ik moest aan 2 passages denken. Laten we ze lezen. Heel goed. Bladzijde 1173. In het verleden bestond Gods middel om redding te brengen uit de tonen van de grootste liefde en barmhartigheid, zodanig dat hij zich helemaal aan Satan gaf in ruil voor de hele mensheid. Het heden lijkt in niets op het verleden. Nu gebeurt jullie redding in de laatste dagen tijdens de klassificatie van ieder naar zijn aard. Het middel om jullie heil te bewerkstelligen is niet liefde of barmhartigheid, maar wel tuchtiging en oordeel, zodat een mens grondiger kan worden gered. Dus alles wat jullie krijgen zijn tuchtiging, oordeel en genadeloze klappen.
Maar weet dit. In deze harteloze klappen gaat geen greintje strafschuil. Ongeacht hoe hard mijn woorden misschien zijn, wat jullie overkomt zijn maar een paar woorden die misschien als totaal harteloos op jullie overkomen. En hoe kwaad ik misschien ook ben, wat er op jullie neerregent zijn nog steeds woorden van onderricht. En ik ben er geen zins op uit om jullie iets aan te doen of ter dood te brengen. Is dit niet allemaal een feit? Weet dat alles tegenwoordig van rechtvaardig oordeel tot harteloze loutering en tuchtiging ten behoeve van het heil is. Of ieder mens naar zijn soort wordt geclassificeerd en of de categorieën worden blootgelegd, het doel van al Gods woorden en werk is het redden van degene die echt van God houden. Rechtvaardig oordeel wordt gebracht om de mens te zuiveren en harteloze loutering vindt plaats om de mens te reinigen. Harde woorden of kastijding vinden beide plaats om te zuiveren en zijn omwille van de redding. Amen. En bladzijde 1010. Zal ik het lezen? Goed. Jullie natuur is zodanig dat jullie zonder tuchtiging en vervloeking niet bereid zouden zijn om jullie te onderwerpen. Zonder de feiten voor jullie ogen zou er geen effect zijn. Jullie zijn te ondermaats en waardeloos van karakter. Zonder tuchtiging en oordeel zouden jullie moeilijk te overwinnen zijn en jullie onrechtvaardigheid en ongehoorzaamheid moeilijk af te leggen zijn. Jullie oude natuur is zo diep geworteld. Als jullie op de troon werden geplaatst, zouden jullie geen idee hebben van de hoogte van de hemel en diepte van de aarde, noch waar jullie naartoe gingen. Jullie weten niet eens waar jullie vandaan kwamen. Dus hoe zouden jullie de Heer van de schepping kennen? Zonder de tijdige tuchtiging en vervloekingen van vandaag zou jullie laatste dag al lang zijn aangebroken. Om over jullie lot maar te zwijgen, zou dat niet nog meer in dreigend gevaar zijn? Wie weet hoe arrogant jullie zonder deze tijdige tuchtiging en oordelen zouden worden? Of hoe verdorven jullie zouden worden? Deze tuchtiging en oordelen hebben jullie tot vandaag gebracht en ze hebben jullie bestaan intact gehouden. Als jullie nog steeds werden opgevoed volgens dezelfde methoden als die van jullie vader, wie weet wat voor rijk jullie dan zouden binnengaan? Jullie zijn absoluut niet in staat om jezelf te beheersen en onder de loep te nemen. Voor mensen zoals jullie geldt, mijn doelen worden bereikt als jullie gewoon volgen en gehoorzamen zonder verstoring of onderbreking te veroorzaken. Zouden jullie de tuchtiging en oordelen van vandaag niet beter moeten aannemen? Welke andere keuzes hebben jullie? Amen. Amen. God zij gedankt. Voor iemand die zo arrogant en ambitieus is als ik, kan ik niet zeggen hoe diep ik gevallen zou zijn zonder Gods tuchtiging, oordeel en discipline. Nu weet ik dat het geweldig is om dit oordeel te hebben ondergaan. Het openbaart de waarheid over mijn verdorvenheid. Laat me mezelf en mijn gebreken kennen. Leert me hoe ik iemands collega moet zijn. Laat me gehoorzamen wanneer iemands woorden overeenstemmen met de waarheid. En laat me eindelijk enige menselijke gelijkenis naleven. God zij gedankt. Vooral na deze discipline door God, vrees ik God in mijn hart. En kan ik hem gehoorzamen? Ja, hoeveel ik ook heb geleden, ik heb zoveel gewonnen. Amen. Dit is Gods zegening. Amen. God zij gedankt. Ik ben dankbaar dat God me heeft gered. Van nu af aan, wat mijn plicht of status ook is, zal ik God gehoorzamen. Mijn plicht goed doen en zijn liefde terugbetalen. Amen. Amen. God zij gedankt.